Lars van Berkel had een moeizame start van het seizoen vanwege een sleutelbeenblessure en sterke concurrentie van de Grand Prix-rijders. Maar toch won hij de EK-wedstrijd in het zand van Lommel en is hij nu zelfs in de positie om het Nederlands kampioenschap te winnen. Ja, langs het crossen en sporten ben ik denk gewoon een vrij normale jongen. Ik heb mijn HBO-opleiding deze week een scriptie ingeleverd, dus dat is ook wel mooi. Ik denk dat we niet veel crossers hebben. Vanaf eerst met fietscross en daarna met motocross is hij begonnen met zijn 12 jaar. En daar ben ik eigenlijk altijd bij geweest, van begin tot nu toe. Doordat hij eerst met fietscross is begonnen, dan zijn het wat kleinere bultjes en dat wordt steeds groter. En eerst is het dan de fiets en nu is het de motor. Dus het gaat steeds harder, maar langzaamaan door de jaren heen groeien we er gewoon mee op. In het begin van het jaar was ik echt heel erg gefocust. Toen keek ik vooral mijn resultaten en ik at precies wat moest. Alleen ik denk dat het begin van het jaar een beetje averechts werken. Dan leg je de focus te veel op de resultaten. Maar je moet gewoon echt fun hebben er ook in. Want when the fun stops, the stress starts. Ja, we gaan kijken naar de deelnemers en we gaan het opstellen. Hier in de MX2-klasse. Gingen we naar Os, dus toen stond ik op dat moment derde in de stand. Van tevoren was het zeer nat en toen was het even afwachten hoe het ging worden. In die laatste 5 seconden gaan we de voet afvallen. De laatste 5 seconden gaan we de laatste 5 seconden erin lopen. De eerste man ging eigenlijk wel goed. Ik denk dat ik al 7e start was en het kostte even wat tijd voordat ik naar 5 reed. En toen begon het rijden eigenlijk soepel te gaan, steeds beter. En de laatste ronde nog derde geworden. Dus de derde plek is gewoon goed. Toen stond ik met 1 punt op kop in stand. Tweede man, ik wist dat de start belangrijk was. En ik had een heel goed sportje klaargemaakt. Alleen er ging helaas iemand anders op staan. Dus toen was ik even, moest ik op een andere plekje gaan staan en die was niet zo goed. Ryomi scoort hier de meeste punten. In de voorlaatste wedstrijd voor het Open Nederlands Kampioenschap 2015. Laatste 5 seconden, laatste 5 seconden. En hier valt het hek en hier zijn we. Ik start gewoon kei slecht. Ik denk dat ik van plek 17 of zo moest komen. En, ik weet niet wat het was, maar in het begin kwamen ze gewoon niet makkelijk voorbij. Ah, het zit allemaal kort bij elkaar hoor. Het zit allemaal close bij elkaar. Hier meteen in de beginfase van de MX2-klasse. Waar zit Van Berkel? Dus ik reed aan nog 7e geworden. De laatste ronde is nog heel dicht naar de 5e man toe gereden. Maar dichterbij dat is niet genoeg om punten te krijgen. Dus ik ben ook 10 punten achter in de stand. Daar was ik best wel ziek van meteen naar de mind. Maar als je het via de andere kant bekijkt, is nog steeds mogelijk. Alles mogelijk. Want 10 punten, dan kan je in één wedstrijd bij elkaar rijden. Ja, zondag heb ik ook een KML. Ik kan nog kampioen worden. Ik sta 10 punten achter op Graulus. En ik denk dat het op dit moment gewoon beter is voor mij om als privérijder daar aan de start te komen. En ik heb al gehoord dat ik beschikking krijg over een fabriekskouwzaakje. Daar ga ik deze week mee trainen. Ja, wanneer alles geeft en alles aan gedaan hebt, kun je jezelf nog wel niks verwijten. Kijk, 10 punten. Hij kan een foutje maken. Dan is in één mandje bijvoorbeeld al 10 punten goed gemaakt. Hij kan een keigoede dag hebben en dat je er niet aankomt, dan is het maar zo, maar dan heb je er alles aan gedaan. En ik ga proberen gewoon met mijn e-game naar Mil toe te komen en dan deze keer als privérijder dan. En dan zien we wel of het eerste of tweede wordt in de stand. En het is pas beslist als de laatste teamslag gevallen is, dus we zullen wel zien. Wel krijgen wij hier een schitterende strijd voor het Open Nederlands Kampioenschap 2015 in de MX2-klasse. Tijdrijden meteen de snelste tijd, dus dat was gewoon keigoed. Dan heb ik meteen even visitekaartje afgegeven, zeg maar. En op dat moment had Graulus de 5e of 6e tijd. Dus dat beloofde veel goeds voor de wedstrijd. Hè. Concentratie, groene vlag gaat omhoog, minder dan 15 seconden. Rijder van de start van de eerste race van de MX2 Interklasse. Dat bord gaat zo dadelijk naar het getal 5. Laatste 5 seconden en we zijn weg! We zijn weg! Ik dacht Harry Kullas! Die hier de leiding pakt in de start. In de Mainz ging ik als derde van start zo meteen naar 2 toe en heel lang op kop gereden. Nee, ik ben op de leiding, laatste
Toen kwam Koelas erover en toen kwam Gouders achter mij te rijden. En toen was ik even meer bezig met hem, zeg maar, die achter me zat, als dat ik echt met mijn eigen rijden bezig was. Lars van Berkel, die alles eraan doet om hier aansluiting te maken bij Harry Koelas. Laatste in de liga. Oh, van Berkel, tweede plaats achter Harry Koelas met een motor gelijk met de schil. Ja, tweede geworden, want Gouders werd derde. Dus er werd maar 2 punten goed gemaakt. Stond ik 8 punten achter voor de tweede manche. Dus ja, alle focus op de start natuurlijk. Goede start eigenlijk gepakt. Minder dan 5 seconden ver van de start van de tweede race. En ik weet dat we... Van Berkel zit daar heel goed bij aan de binnenkant. Ik kwam in de tweede bocht meteen langs Gouders. En ik... Ja, ik moest geen risico's nemen, maar ik moest wel snel werk maken, zeg maar. Dus ik moest hem eigenlijk meteen voorzetten. En daarbij remde iemand iets harder voor mij als dat ik verwachtte. En toen maakte ik een klein foutje en toen kwam ik eigenlijk ja, een beetje op mijn voorwiel terecht. En mijn voorwiel ging dwars in de wal en toen viel ik, lag ik onder mijn motor. Ja, we horen dat Lars van Berkel te val gekomen is in de start. Dat zou heel erg jammer zijn voor de man uit Veghel. Ik had de start gezien en de eerste 2 bochten stond ik bovenop natuurlijk dat ik overzicht had. En ik ging tellen, ik dacht ja, ik plaats je of 3 de bocht om en in één keer zag ik hem helemaal als laatste. Ja, toen denk ik van shit, is helemaal, ja, er zal toch iets moeten gebeuren, wil je dat goed maken? Ja, je vindt het natuurlijk ten eerste jammer dat hij valt. Dan is de gedachte, rijdt hij weer weg? En op het moment dat je het ziet dat hij ook weer voorbij komt met zijn motor, dan... ben je al lang weer blij dat alles heel is gebleven? Ja, op zo'n moment dan denk je van ja, nou is het gewoon voorbij. En toen ja, opgestaan, motor een beetje, hendels goed geklopt. En ja, toen ben ik gaan rijden en ik dacht bij mezelf van hij kan ketting kapot gaan, hij kan vallen, hij kan van alles met hem gebeuren, zijn motor kan kapot gaan. Ik moet gewoon alles geven en naar voren blijven rijden. Lars van Berkel is de bal gekomen in de start. Zat langs Damon Gouders. Moet als laatste aan de wedstrijd beginnen. En Lars van Berkel komt in de tweede ronde voor op een 14e plaats. Dan op een 12e plaats inmiddels Lars van Berkel. En ook zien we dat Lars van Berkel uit inlopen is. Van Berkel op een 6e plaats met 15. En van Berkel naar de 5e plaats. Lars van Berkel naar de 5e positie. Voorbij aan Bas de Vaassen. Ja, en ik denk dat ik nog nooit zo hard gereden heb als in die mines. Want ik reed van, ik denk dat 20 seconden achter lag op de laatste toen ik aanreed. En ja, de laatste 3-4 rondes kwam ik in de buurt van de top 5 te rijden. Ja, en ik dacht, ik wist dat ik er naartoe aan het rijden was. En dat geeft op het moment echt gewoon vleugels. En ik denk dat, ik weet niet hoeveel toeschouwers er waren in Mil, maar ik denk dat bijna 3/4 van... stond mij allemaal aan te moedigen. Ja, dat heb ik in Holland nog nooit meegemaakt. Ja, eigenlijk nergens niet. Tweede plaats, daar zit Van Berkel aan de achter. Is dat Daniel Gouders? Gouders op de tweede plaats en Lars van Berkel. Van de laatste positie naar het Gerdendas. Ja, en toen kwam ik de laatste ronde kwam ik op 3e plek te rijden. En toen zag ik hem voor. En ik dacht, ja, als ik nou een moment krijg om hem voor te zetten, dan moet ik dat gewoon doen. Want het is de enige manier om kampioen te worden. En de laatste 3 bochten kwam ik er langs. Hij remde iets meer dan ik verwachtte, dus hij stak hem af. En toen moest ik remmen, want anders was ik tegen hem aangereden en gevallen. Ja, toen was nog 1 mogelijkheid, dat was de linkse bocht voor de finish eigenlijk, dat ik hem moest proberen te pakken. Ja, en ik zat net aan de verkeerde kant, hij houdt natuurlijk zijn gat dicht. En ja, toen moest ik buitenom en ja, gooide hij helemaal voor en toen was ik 3e.
op 6 seconden van de kopman, maar Koelas. En ja, als je ziet dat zo iemand die pakt een podium in de Grand Prix. En ja, als ik als laatste wegrijd en ik kom 6 seconden van hem binnen, ja, dan wil dat gewoon zeggen dat ik een super wedstrijd heb gereden. Op dat moment was ik natuurlijk echt helemaal ziek ervan, want ja, een van de weinigste, ja, we kunnen niet iedere dag kampioen worden. En toen was ik er zo dichtbij. Ja, dus ik weet, na de Mainz heb ik wel een paar keer op mijn stuur geslagen. En ik was op het podium even echt ziek ervan. Maar als ik dan dag naar de rand eigenlijk alle reacties zie die ik krijg, dat is gewoon super mooi. Iedereen zegt dat ik super gereden heb. En dan komt het besef ook meer wat je gedaan hebt. Kijk, op zo'n moment als je in het rijden bent, dan denk je alleen maar ik moet naar voren, ik moet kampioen worden. En als je naar de rand even op de bank gaat zitten bijvoorbeeld en je denkt er zo over na, dan denk je, ik heb wel echt iets moois laten zien van de laatste plek. Ja, na 3, maar zoveel seconden van de kopman af, dan denk je van, we hebben niet gewonnen, maar we hebben ook zeker niet verloren. En dat is ook iets wat telt.